jouw blik, jouw stem. Dat is zo. Jan, hij zit lekker. Hij zit lekker. Waza! Iedereen, dank voor deze gloednieuwe vlog. We beginnen deze dag met een flitser. Dus even kijken of die er echt staat. Over 600 meter. Dat zou je recht van mijn bakkers moeten zijn. Ik ben onderweg naar Shahid. Het is tijd om gek te doen. Flitser bij 34.5. Ik ben bij 34.8. Er staat daar wel een caddy in de zijkant daar. Daar zo, moet je kijken. Kijk daar. Dat zou best een flitser zijn, Bral. Maar het staat niet aan deze kant. Maar misschien doen ze beide kanten op dan. Ik weet het niet. Goed dat hij aangegeven is. Meestje rijdt ergens achter me in zijn eigen auto. Die gaat ook gezellig mee naar Shahid. En het is gewoon weer tijd om gek te doen. Om te chillen. Gewoon lekker dagje bij Shahid thuis. Helemaal top. Gezelligheid. Hoe oud is hier, joh? Kijk dan. Hoi, moet ik hem nou zetten? Gewoon ernaast dus. En anders niks. Nou, eens even kijken. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo. Alles goed? Dat is de boy! Yes! Morgen Jan. Ja. Morgen Jan. Zijn Jan hier zo? Ja, Jan. Oh ja. Ja, jij zit hier voor Jan Joker. Oh, heerlijk. Joker. Wat is dat? Ik zit hier voor Jan Joker. Waarom mag dat daar? Ja, weet ik wel. Joker in een spelletje. Hey, Jan. Ah! Godverdomme. Die deed echt pijn aan je hart, of niet? Hoorde je hoe erg meeschrok? Ja. Oh, ik dacht, wat er gebeurde er? Ik stak een vinger in zijn. Hey! Zeg jij. Hey, is hij inmiddels nog niet gesmolten dan, Jan? Welke? Dat ijsje. Wat sta jij met je schoenen dan? Wat is dit? Ik ga golven, jongen. Golven in de wc. Jongen. Shahid gaat weer content maken voor zijn Instagram. Nou, hier zit hij soort van de helft van de dag te werken op zijn telefoon. Dus dan kan hij zich ook plezieren hier zo. Shahid. Je zit er ook echt gewoon met je onderbroek uit en alles. Moet je echt schijten dan? Nee, toch? Dit is dat toch? Je zit ook gewoon echt met je onderbroek en alles uit. Ja. Ah! Oh, ik space hem, gast. Hey, weet je waar ze heel veel ruzie kregen hier zo ergens mee? In het Midden-Oosten, man, tijdens de Golfoorlog. Wat zijn... Oh, zijn ja, 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 ja. Hé, hey, zie je, we hebben betere schoenen voor je. Ja, oh. Oh. Maar wat is het concept hiermee dan? Gewoon content maken, bro. Wat een foute schoenen, hé. De tering. Ziek fout. Deze zijn van jou. Ja. Die heb je ook gewoon bij je. Die heb je bij je ook. Die lag nog in de auto. Als hij zondag naar de kerk gaat. Doet hij dit aan. Ze noemen mij Foxy Foxtrot. Met je ene. De stieke benen. Oké, okay, ben je klaar voor Steve? Ja. Komt ie. Nou, dit is wc-golf, dames en heren. Oh, yeah! Hey! Ook echt dat, yeah, zo heel gestaged, gewoon zo heel fijn. Heel net. Oké, take two. Take two. Yeah! Niet, hoef geen dames en heren te zeggen. Oké. Okay. Nee, dat is niet genderneutraal namelijk. Oké, mensen. Oké, mensen. Nee, 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 laat maar, we kunnen daar niet te veel horen. 3, 2, 1. Dit is wc-golf. Oh. Hij kon ook al niet serieus. Je wou naar mij kijken, begon met lachen. Daar bedoelen we trouwens helemaal niks mee. Wij zijn heel gelijk, maar een grap moet kunnen. Shahid eikel. Hey, Shahid, jij hebt al 4 keer eerder een Holderman geslagen, of niet? 4 kinderen verder. Pas maar op, de 5 ben jij, man. Oh, dus jij bent van de meerdere dingen. In welke auto rijden alle sporters die dit doen? Volkswagen Golf. Even voor de duidelijkheid, deze gast erbij zit. Oh. Hij is multimiljonair, hè? Gaan we schoenen.
Ik denk oprecht dat dit de reden is waarom je juist miljonair bent. Je bent zo makkelijk in de omgang met klanten, je kan iedereen paaien, jij. Nou, ik laat jullie lekker je content maken. Kom maar zo aan. Jo, is goed. Hey! Dat is nog schokje. Die zag heel voorzichtig. Ik dacht dat jij je staart had. Ik had hij al. Wat gaan we doen dan? Ik zit nog even te twijfelen, want ik denk dat vandaag ga ik even een tatoeëerder bellen. Ah ja, nee. Ja. Nee, die houden we van een andere keer, die tattoo. Ja, ik weet niet, maar ik moet me even mentaal voorbereiden gaan. Ja. Mijn eerste tattoo, dan moet ik jouw naam op mijn lichaam laten zetten. Denk je dat ik daar blij mee ben, vriend? Ja, man. Nou, ben ik zo blij mee. Ik kan ze 1 op 1000 verloren. Hey, leuk, man. Ja, kijk maar even. Flashback. Flashback. 1 op 1000. Ja, even wachten. 3, 2, 1. 600! Ah! Nee! Heb je het nieuws al vanochtend gezien? Ja, Mega Mindy, hè? Ja, er is een nieuwe Mega Mindy. Ja. Maar ze eet geen dieren meer, dus het is nu Vega Mindy. Wat slecht. Jij hebt echt een obsessie met veganistische mensen. Ja, hij wil het zelf ook doen. Hey, als Mees iets eet, lijkt het me sterk als hij aan de dun is. Hoe zou het... Nou, ja, is die smaakt heel leuk, zegt hij. Ja, we gaan weer met eten. Geef het. Shit. Nee, doe het niet. Wat vind je het zo? Reffen, bro! Reffen! Zo. Heerlijk, zo'n Britse V8. Reffen, bro! Weer gewoon. Dan gaan we even lekker terrasje pakken dan. Ja bro, maar eerst even je auto op de zaak zetten. Maar jij hebt gisteren al iets gepakt, of niet? Wie? Wie? Ja, er kan er maar één zijn, hoop ik voor je. Wat heb je gisteren gepakt? Veel geld of je vrouw? Allebei. Allebei? Ja, mijn auto gaat schoongemaakt worden. Is open? Hey. Ja, ik heb een leuk idee bij het restaurant. Wat? Bij het restaurant zo meteen. Jan de Tuinman gaat mee. We stellen wel eten, toch? We zitten bij hem een potje met potgrond en een plantje. Ja, is goed. Heb je die liggen dan? Regel ik daar. Okay. Dat is je iets. Tuinman met die gouden range. Die chillt hem gewoon mee. Die gaan we even in de zeik nemen dus. Maar een bak herrie, hè? Ja, erg, hè? Hij is vies ook. Kijk dan. Ja, hij moet echt een beurtje... Hij kan het echt gebruiken. Helemaal onder. Kijk dan. De achterkant van jou moet je schoonmaken. Ja, je voorkant, vriend. Je halve gebit hangt eruit. Heb je hem nou laten fixen of niet? Laat zien dan. Donderdag. Laat zien. Hé, hey, wat is er als ik op de kouwe zit? Je moeder, vriend. Oh, dat is een taai hoor, dus succes. Nee, maar pas op dat er niks afbreekt. Laat even zien dan. Nee. Je mist er 4 tanden of zo. Als jij hoe heet dat gaat doen, dat er gaat zetten vandaag. Nee. Jawel, nee. Jawel. Nee. Nu heb je gordel. Jij maar. Ja, die zaterdag de comments ook maar vol. Shahid die zegt tegen Don dat hij zijn gordel om moet doen. Ja, of Don tegen Shahid. Terwijl we doen allebei nooit een gordel om. Wat ook mooi is voor jou bij je tanden ziet, een diamantje op je tanden. Don van. Ja, als Don een tattoo. Je edit het er maar op. Ja, ga met me mee. Het is bij mijn lieve schat en laat me nooit meer gaan. Gaan. Naar jou. Ga met me mee. Dat bij mijn lieve schat. En laat me nooit meer gaan. Laat me gaan. Ik vind een bizarre remix te doen. Fuck. Ik heb een neutraal gezet. Dat zijn mijn grap. Oh ja, ja, moet je weer claimen. Ja, moet je weer claimen. Altijd claimen die gasten. Dat doe jij ook altijd. Helemaal niet. Nee. Je zou zeggen dat we vrienden zijn. Shit, die weer als telefoon zit. Shit, die weer als telefoon zit, Donny. En nu had je het door met heel opzicht, maar ik zat echt zo. Ja, ik zag hem echt niet. Jouw blik, jouw stem, jouw glimlach op je mond. Jij bent zo'n mooie vrouw. Ik heb iets gevonden wat heel veel vrienden van mij niet hebben. Ja, jij zelf trouwens ook niet. Hé, hey, Shahid, dit heb jij niet.
Sportlife. Wel met zijn wit. Hey Mees, eerlijk, het lijkt toch net als Shahid gewoon allemaal stukjes kauwgom zo voor zijn tanden heeft. Er gaat sowieso iemand zwemmen. Wat? Sorry. Hij weet dat hij het is. We zijn nog in de auto. Ik zeg tegen Shahid, oké, luister, we gaan Mees opnaaien. We leggen er geld van naar je gaat met de kleren en al de plomp in. Maar ik moet wel om 4:45 heb ik wel een vaccinatie. Boeien gasten, we gaan je toch half dood aan. Dus kan ook naakt, ja. Je moet toch je shirt uit daar. Of je ar, of je ding omhoog zo. Kijk, maar zie deze. Zo, wat zit daar een partij zwaan? Mees. Je gaat mee naar de... 500 euro is een zwaanvang. Nee, gaf je. Nou ja, is goed. Ja? Die beesten kunnen je elleboog breken, hè? Ja, nee, medische kosten zijn voor jezelf. Ja, maar dat, sowieso heb, al, want... Ik heb een eigen risico voor mij van 3 kop. Dus... Ja. Kwartje witbrood. Oh. Ja. Oh. Twee keer meer zaden. Stip dan. Dat is het nou lekker. Jan. Met zand. Jan, hij zit lekker. Hij zit lekker. Ik zit een kei in mijn schoen. Hey, neem even een hapje dan. Ik zag het net al aan je kop, hè, dat je naar binnen ging en ik denk... Hij helemaal goud, man, dankjewel. Top, jongens. Ah, kijk dan. Hij is ook gewoon helemaal vol, hè? Ja, hij zegt lekker, zegt hij. Zegt hij lekker. Ja, lekker. Hier, dit is lekker, hè, Jan? Nee, wat goed. Shahid liep naar binnen en die zegt, ja, we hebben een bord zon gegeven aan die gast. Potgrond. Ik probeerde zo goed mogelijk te filmen, maar het was lastig, want ze kwamen ineens. Maar zo, dat ziet er goed uit. Shahid. Wat zit er in jouw soep dan? Shahid. Ik weet niet, ik denk mosterd, rijsoep. Oké, van het chappen gaan we naar iets anders. Mees gaat het water in rennen. Hier stond ik in de krant, hè? Dat ik hier van afkwam. Op het snop! Kijk op het snop! Dat wordt rennen, Shahid. Dat wordt rennen, denk ik. Hij duwt je er gewoon in. Oh, het is koud. Dit tyfus, ik wist het, hè. Ik wist het. Ik blijf in het midden onder. Schelden, hè, Dedy. Hoorde je dat? Oh, mijn god, pik. Glim in die paal, hè. Mees, mee, doe frontflip. Hey! Zo, echt een boem. Water leeg. Oké, nu is het al genoeg. Al die zwaan op het komen. Gelukkig rijdt hij met Jan mee. Hé, hey, mee. Oh, waar is je schoen? Hè? Waar is je schoen? Wat dan? Je hebt toch niet mijn schoen in het water gegooid, hè? Nee, ai! Dom. Ik heb niks gedaan! Dat was Shahid, tuurlijk is Shahid. Het is altijd Shahid. Helemaal niet! Het voelt bijna als pesten nu. Ja. Nee, dit is ja, niet leuk nee, meer. Kom hier. Ik hey, pak jouw schoen die er donder in gooit. Hier. Hier. Mees. Oh. Nou, voor nu niet koud, want het is echt fucking koud. Hoe koud? Fuck ja. Dit, jongen. Het is hey, als zo'n zwaan naar me toe komt, dan krijgt hij een schoen op zijn bek. Dat wil jij niet weten. Maar Mees, je zou het water ingaan, heel random. Maar van wat eigenlijk? Ja, niks. En jij duwt hem en hij wordt boos. Voor niks eigenlijk. Dit is top, dit is de meest die we kennen. Geen reden in de aandacht willen staan. Ik dacht dat was het nog voor 600 allebei. Hè? Nou ja, maar dat dacht ik even. Ik heb al genoeg gekregen van die gasten. Ik dacht dat je hem in het zand ging duwen. Zo! Oh, dat ja! Je bent helemaal doorweekt. Zullen we in het zand duwen? Nee, dat niet. 5 euro. Kun je pak je peuken halen, net niet. Dit heb ik nog nooit gezien. Kijk, dan is een bankje met een zonnepaneel erin. En kan je telefoon in opladen. Dat heb ik nog nooit gezien. USB-poortje. Nice. We halen ook nog even snel een ijsje. Meester staat buiten. Hij is weer de lul. Want we hebben 3 soft ijsjes, terwijl alleen Shahid en ik een soft ijsje willen. Ja, dus, hier, geef mij er 2. Jan, kan jij veel?
Ik zie het. Weet je wat het is? Meestal de hele tijd te lul. Niet meer mee. Nee, wij staan kieten, maar. Ja, echt hoor. Wie betaalt hem nu? Wie moet nog betalen? Oh, ik moet nog betalen hoor. Oh, we proberen nog een beetje met servetjes. We proberen... Het zit helemaal in mijn neus. Het zit helemaal in je neusje. Helemaal een witte neusje. Ja, we hebben een beetje geprobeerd schoon te maken met servetjes. Gast, je had hem zo niet zien aankomen. Wat fucking grappig. Hoe kan dat nou? Ja. Meester rent weg. Wie pak je dan? Degene die naast je staat. Jij zou exact hetzelfde doen. De dag is nog lang. Als maar gefilmd hoor. We doen ook zo vaak dingen waar het niet gefilmd wordt. Zo, ja. Zonde. Mensen, er kwam een keer iemand naar ons toe. Oh, jullie zijn in het echt ook zo. Ja, ja. Er was een zakelijk afspraakje voor Sheet of zo. Ja. In zijn keuken en ik zat erbij. We zaten alleen maar te kutten. Oh ja. Oh, jullie ja. zijn in het echt ook zo. Ja, wat dan? Maar ze doe je nooit je gordel. Oh, wat goed. Zo. Ik had je goed en ik gooi hem kapot op je poot, hè. Pak je camera. Hey Mees! Heb je een nieuwe waggy? Ja jongen. En een nieuwe hond? En een nieuwe hond. Hallo, wie is dit? Wie is dit Mees? Brenkie. Een beetje hetzelfde postuur als jij. Hallo. Hey. In ieder geval zijn we back at Rush. Is het gelukt? Zeker, hij is prachtig man. Super, hij was echt vies hè. Binnen en van buiten, hij is helemaal top. Ook van binnen? Zeker. Echt? Oh, helemaal fresh. Ja, hallo. Hey. Kom gewoon in. Zo, dit was ook nodig. Hij was zo ranzig. Kijk dan. Hey, dat ziet er goed uit. Hoe heet die? Oh, Frenkie. Lijkt wel een aflevering bijna. Als het wordt afgeleverd. Gast. Wat? Leuk met de naaien, hè? Nee. Wow. Oeh, ruikt fresh. Is goed om te zien dat die weer schoon is gemaakt. Dat leek wel alsof er een leefde man. Hier, Mees, jouw KVK-papieren liggen trouwens achterin. Leg die even in je eigen auto. Ga je dan? Ja. Onderneming, voedingssupplementen en dieet. Ja, obese Mees gaat het denken. Obese Mees. Mees is echt de lul vandaag. Echt heel erg. Sorry, Mees. Oh, Meesietas. Nou, Reffebo. Reffebro. Gebed ref, ja. Zo, stinkt hé. Ja. Hoe kan dat nou? Ze hebben het schoongemaakt. Niet normaal. Helemaal shiny. Oké, doei. Zo, dik hoor. Zo. Hondje, man. Ja. En dan nu pakken we de auto, gaan we lekker uit eten. Of niet, Luciano? Ja, doe maar. Hier, dit is de toeter. Gebeurt zoveel. Wat is dat? Dat is Milana, die zit achterin. We zullen maar vier hebben. En dit zijn er twee. Hij vindt het leukste, man. Hey. Milana, zullen we gelijk door naar Hans Anders of niet? Oh, kom, gaan we eten. Gaan we lekker uit eten. Kom. Ja, we weten het. Hé joh. Milana, kom, we gaan chappen, bro. Dat hebben ze ook van jou, chappen. Hebben ze dat van mij? Ja. Yo, Mees, succes, maat. Helemaal kut. Zet hem op, groetjes aan je pa. En hopelijk zien we je nog zo, man. Nou, zoals jullie zien, Mees staat nergens geparkeerd. Die staat met pech, die arme jongen. Ja, echt zielig. Echt zielig. En het zit hem al niet mee vandaag. Dat was helemaal ruk. We wensen hem sterkte. Hij is nu op zijn pa aan het wachten. Je hebt een garagebedrijf, dus hij komt aan het toerijden en hoopt die auto te fixen. Die ging eigenlijk ook mee aan het eten. Dom. Helemaal kut. Ja. Kom eens. Wat is er dan? Eigenlijk wou ik zeggen van, scheelt wel in de rekening. Ja. Oh, zo, gast. Nou, je zegt hem alsnog. Wat is er dan?
Ja. Milana, wat is met Milana? Zwemmen. Zwemmen? Oh, zwemmen hier. Ja. Oh god, ze gaat rennen, Luciana. Rennen, bro! Dat gaat sowieso fout. Rustig. Oh, ik ben zo hard plezier. Jij zat te wachten. Ja, ik zat te filmen. Nou, we zijn gezellig in Nijkerk en we gaan even wat eten met de fam. Tappen en choppen. Echt? En Mees is er trouwens, dus de pech is opgelost. Ik heb hem. Mees is er nog niet. Weet je hoe fucking lang het trouwens duurt voordat ze er weer zijn? We weten ons helemaal vol hier. En anders. Niks. En dat is dan ook het einde van een super gezellige dag met heel veel gekkigheid. Altijd als je met een groepje bent, dan is iemand te lul. Vandaag was bezig, we hebben ons doodgelachen. Gelukkig kon hij zelf ook heel hard om lachen. Ik hoop dat jullie meegelachen hebben. Mocht het nou zo zijn, vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan ga ik jullie morgen zien om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later toppers. Vangen, Jan! Ah, mis!